Oh, what the fuck heb ik gedaan? Nu weet de hele klas dit. Goedemiddag iedereen, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over het leukste onderwerp in het hele heelal. School. Elke keer als het woord uit mijn mond komt, moet ik eigenlijk een beetje kotsen. School. Yeah. Maar goed, vandaag gaan we het wel over school hebben in de leuke zin. Namelijk de top 10 grappigste schoolpranks. Het is sowieso altijd lachen als iemand een prank uithaalt op school. Het maakt in één keer je saaie schooldag echt zoveel beter. Maar ja, dat gebeurt nou eenmaal niet zo vaak. Maar dat maakt juist de keren wanneer het wel gebeurt echt stukken leuker. Op nummer 10 hebben we de verstopte lulprank. Leerlingen besloten dus in een klas met twee schoolborden op het ene bord een lul te tekenen. Een lul die pas tevoorschijn zou komen als je één bord naar beneden trekt. En het allergrappigste aan deze video is dat de leraar het eerst niet merkt. Hij begrijpt dus niet waarom de klas zo keihard zit te lachen. Totdat hij de borden omdraait en de lul dus wel ziet. Speel maar af. Op het einde merkte hij het dus wel. En hij zag er niet zo blij uit. Hij zei dus ook niet meer verder les te geven zonder te weten wie dit had gedaan. Nummer 9. Een leraar die boos wordt. Ouderejaarsstudenten besloten dus een prank uit te halen. Waarbij ze bij de kluisjes op de gang draadjes hadden verbonden. Die dan zeg maar de gang blokkeerden. Een leraar besluit daar dus gewoon doorheen te lopen. Gewoon like, no fucks given. Je ziet ook echt gewoon al die draadjes aan hem hangen. Maar wanneer hij uiteindelijk voor zijn eigen klaslokaal komt. En ziet dat er scheerschuim op de deur zit. Werd hij toch wel een beetje pissig. Rol de tape. This is nice. Whoever did it, clear it off the doors. I don't find humor in it. It's destructive. It's either toothpaste or shaving cream all over the doors. YOLO! No, you will not redo the hallway. I have to make multiple trips down to the office. I'm not dealing with this crap. Go somewhere else. YOLO! Op nummer 8 hebben we een heel kort filmpje. Namelijk een slapende leerling in de klas die wakker wordt door het geklap van zijn leraar. Terwijl die dus helemaal in de war besluit mee te klappen. Geweldig. Nummer 7 gaat weer over een lul op het bord getekend. Maar deze is toch best wel slim gedaan. Ze hadden dus zeg maar met permanent marker een lul op het bord getekend. Wat je dus niet kan wegvegen. En dan hebben ze dus met normale marker een kat eromheen getekend. Waardoor het gewoon op een kat lijkt. Maar ja goed, kijk maar voor jezelf. Maar wat ook nog echt fucking geniaal is, is dat je links van deze lul een gezichtje ziet. Wat waarschijnlijk dus ook gewoon een vermomde lul is. Op nummer 6 hebben we leerlingen die een toeter op de stoel van de leraar hadden vastgemaakt. Wat er natuurlijk voor zorgt dat als de leraar gaat zitten, er een keiharde toeter afgaat. Het grappige aan deze video is dat de leraar echt gewoon vol schrikt. I have to finish. Well, you can finish it after you start my final. You're on my time now. Alright. Hey, you need to separate. Op nummer 5 hebben we weer een slapende leerling. Alleen is deze leerling iets anders aangepakt. De docent kwam namelijk met het geniale idee om voordat de bel ging iedereen uit het lokaal te halen. Zodat de leerling die dan wakker zou worden door de bel helemaal alleen in de klas wakker wordt met niemand om zich heen. En het grappige is dus dat hij echt helemaal in de war was. Michael decided that he was going to fall asleep in class, so we're going to play a little prank on him. Everybody in here is going to get up and walk out, and we're going to leave Michael all by himself. Don't move yet. Bye, Michael. Have a good weekend.
Ik bedoel, als dat mij zou overkomen, ik zou ook echt helemaal in de war zijn. Op nummer 4 hebben we ook echt een hele goede prank. Namelijk een leerling die de monitor van de school had vervangen met een nep monitor. En het toetsenbord ook had vervangen met een nep toetsenbord. De prank was namelijk dat hij net alsof zou doen alsof hij echt heel boos was. En met die nep spullen zou gaan smijten. Maar de leraar weet natuurlijk niet dat het nep is. En ja, die denkt, what the fuck doe jij? De reactie is echt gewoon geweldig. Hij had ook echt gewoon geen tijd om uit te leggen dat het allemaal nep was. Op nummer 3 hebben leerlingen die de leraar besloten te pranken door middel van een Bluetooth speaker. Hun idee was om de speaker in een wastafel naast de echte speaker neer te zetten en dan allemaal random shit door de klas te laten spelen. Het grappige is dat de leraar gewoon helemaal geen idee heeft wat er aan de hand is. How come my music won't work? Have you ever seen Beetlejuice? Have you ever seen Beetlejuice when they start dancing on the tables and they can't stop? Somebody got a remote control in here. I don't feel like working now. I hit pause. I hadn't hit anything in the... How did that happen? I got scared. This should not be happening. I don't know. Y'all are doing something, huh? Who is it? One question for you. What are those? Nummer 2 is niet echt een prank, maar hij was gewoon te leuk om het niet in te doen. Ik ga hier niet te veel over verklappen, kijk maar zelf. En dan is het nu tijd voor de nummer 1. Een leraar had dus zo'n regel ingesteld dat als je telefoon afging in de klas, dat je hem op moest nemen en op de speaker moest zetten. Nou besloten leerlingen hier op 1 april dus misbruik van te maken, door een vriend te laten bellen en net te doen alsof hij een dokter is, die dus aan haar vertelt dat ze zwanger is. Die leraar zit er ook bij zo van, oh what the fuck heb ik gedaan, nu weet de hele klas dit. Hallo?
Yes. Okay, you might want to shut that down. Thank you. Thank you. I'll call back later. Thank you. Hey, I want to publicly apologize. That's okay. I'm very sorry. I've been expecting this, and okay. I already know what I'm going to name the baby. The first name will be April, and the middle name will be Fool. Ik vond dit echt wel een goede prank. Maar ja, goed jongens, dat was het eigenlijk weer voor deze video. Like deze video als je hem leuk vond. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, ik zou zeggen later. Yo.